Voordat we in de cabine stappen, willen we zeker weten dat we comfortabel zitten. Het eerste wat u kunt doen is met een druk op de knop de stoel verlagen, zodat u gemakkelijker in kunt stappen. Zodra u zit, drukt u de knop nogmaals in om de stoel weer op normale hoogte te zetten. Om de bedieningselementen door te nemen, hier bevindt zich de schakelaar voor de stoelverwarming. U kunt de stoel hoger of lager zetten door middel van deze hendel. En aan het einde vindt u de bediening voor de rugleuningverstelling. Tot slot kan de armleuning versteld worden met de bediening hieronder. En dat is het voor deze kant van de stoel. Het vooruit en achteruit verstellen van de stoel kan door het bedienen van deze stang bij mijn voeten. De massagefunctie, indien de stoel daarover beschikt, is deze knop hier. En tot slot bedient u de lendensteun met deze vier knoppen. Door de armleuning neer te klappen zorgt u voor de perfecte rijpositie. Nu hoeven we alleen nog maar het stuurwiel te verstellen. Als u naar de linkerbovenhoek van de voetenruimte kijkt, ziet u daar een knop. Door deze met uw voet te bedienen kan het stuurwiel versteld worden. Zowel in de hoek als het bereik. Als de perfecte positie is gevonden, kunt u uw voet van de knop afhalen en is de verstelling vergrendeld. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.